FC Charleroi is na Sporting en Olympique de derde voetbalclub van de Henegouwse stad. De ploeg uit bevordering houdt stand tot doelman Lazic in de fout gaat op Niels Martin. De terechte strafschop wordt omgezet door Oris, 1-0 na een half uur. Ondanks krampachtig voetbal in alle linies verdubbelt Antwerp zijn voorsprong 5 minuten voor rust. Romeo van Dessel kopt zijn eerste goal voor de Great Old voorbij Lazic. 2-0 is de logische, maar moeizame voorsprong bij rust. Het blijft wat stroef draaien bij Antwerp tot Meijers Dosunmu alleen voor doel brengt en de Nigeriaan tekent voor de 3-0. Nu is Antwerp pas echt gelanceerd. Enkele minuten later kopt Oris een voorzet van Dunkovic binnen. De tweede van de avond voor Oris. De 5-0 is de mooiste van de reeks. De laatste paas komt nu wel aan. De afwerking vanuit een heel scherpe hoek is knap. Het is rechtsachter Wesley Pollemans die opgerukt is en vanuit een haast onmogelijke positie scoort. 5-0. Een hard en laag schot van Dunkovic is de laatste treffer die de supporters voorgeschoteld krijgen. Ze mogen zich opmaken voor een trip naar Kortrijk in de 16 finales. Tegen de eerste klasse is altijd belangrijk, maar de competitie is voor ons veel belangrijker. Dus de volgende match op Visé moeten we toch zeker minstens een puntje gaan halen.